Welkom Bart. Dag Katja. Wordt 2023 het jaar van de EV's of de PHEV's? Wel, de elektrificatie is volledig ingezet en zal zich ook doortrekken in 2023. Daar spelen wij in op met onze Mustang Mach-E. Daarnaast lanceren we ook onze Transit Custom en Tourneo Custom in Full Electric. En die gaat ook beschikbaar zijn in PHEV. Dus PHEV zal nog een belangrijke rol spelen in 2023. Niet alleen onze Tourneo PHEV, maar ook de Kuga PHEV. We hebben een speciale editie uitgebracht, de Black Package Edition. Omdat de fiscaliteit in 2023 en zeker de eerste helft van 2023 nog super interessant is. Je sprak net over de nieuwe Transit en de Tourneo. Hoe zit het qua connectiviteit tussen de bedrijfsvoertuigen? Wel, onze bedrijfsvoertuigen die hebben eigenlijk dezelfde connectiviteit als onze personenwagens. En naast elektrificatie is connectiviteit een tweede trend in de automotive sector. En daar bieden wij Ford klanten eigenlijk een gratis telematica oplossing ook aan. Ford wordt synoniem van Adventurous Spirit. Wat weet je daarover te vertellen? Wel, de Adventurous Spirit is inderdaad iets dat een enorme invloed gaat hebben op alles wat wij doen en modellen die wij gaan uitbrengen. De eerste zaken die we nu uitgebracht hebben is de Mustang GT, die helaas niet op het salon zal staan. Daarnaast hebben we de Bronco en de Ranger, die ook toch wel een duidelijk teken geven van een touch of rebellion, waar we enorm op inspelen en ook het Amerikaanse, het stoere karakter. Mm-hmm. En zijn er nog nieuwe modellen die op de markt komen in 2023? Jawel, we zetten verder in op volledige elektrificatie van ons gamma. Dus wij zullen in het segment tussen Focus en Kuga zal een eerste volledig elektrisch model gelanceerd worden de eerste helft van het jaar. De tweede helft van het jaar zal er een tweede model gelanceerd worden. En in 2024 gaan we onze Tourneo Courier en onze Transit Courier en daarnaast ook zelfs de Puma ook een volledige elektrische oplossing aanbieden.